Ik wil graag beginnen met het volgende stukje voor te lezen, wat ik afgelopen week in een nieuwsbrief tegenkwam. Wat alles te maken heeft met waar we het vandaag over gaan hebben. Crisis, wie valt van crisis? Crisis maken het ondenkbare denkbaar. Ze maken scheuren van kleine barstjes. Ze schudden het stof af van dingen en maken zichtbaar wat niet gezien wilde worden. Crisis zijn even pijnlijk als nuttig en even gevaarlijk als kansrijk. En welke betekenis heeft het nu voor jou? Als het niets betekenis heeft, behalve de betekenis die jij er zelf aan geeft. Natuurlijk, we hebben allemaal een woordenboekbetekenis. We kunnen in het woordenboek dingen opzoeken. Alleen de lading die we er persoonlijk aan geven, hoe jij het als individu ervaart, dat zijn onze eigen sturingen. In de NLP hebben we het gehad over de woorden die aan de oppervlakte komen. Maar de betekenis daarvan wordt bepaald door wat er bij mij in de diepte gebeurt. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus hoe is het voor jou? Als je alleen maar gisteren en vandaag de krant leest, de uitspraak van Jort Kelder, wat de reden is dat mensen ziek zijn en wat dat de maatschappij kost. Prinses Irene die zegt, de natuur heeft ons al heel lang gewaarschuwd, maar nu gaat de natuur ons waarschuwen dat we eens een keer goed moeten luisteren, terwijl anderen dat onzin vinden. Complottheorie met de G5. Nou, nee, maar bijvoorbeeld vorige week hebben we een prachtige opname gemaakt. Er zijn er heleboel mensen die zeggen, jeetje, wat Bouke, wat keek je? Ongelooflijk streng. Nou, ik had meer het idee dat ik heel serieus met het onderwerp bezig was. Dus het is maar net wat jij ervan maakt. Dus of het nou is op niveau van omgeving of gedrag of vaardigheid, er zit altijd een overtuiging achter. En die overtuiging die kan soms versterkend zijn en kan minder versterkend zijn. Dus afhankelijk van wat voor overtuiging jij hebt, als jij bijvoorbeeld president bent van Wit-Rusland, ja, jongens, er is toch niks aan de hand, een soortje wodka erin en niks van met die corona. Ga je naar Amerika, dan zie je daar nog geloofsovertuigingen die bij elkaar komen. Het moet allemaal kunnen, want het is nou, wat God wil. Dus hier hebben we dus elke dag mee te maken. Anders gezegd, vanuit welke visie, vanuit welk grote perspectief kijk ik naar de dingen? Welke overtuiging heb ik persoonlijk meegenomen in mijn leven? Misschien vanuit mijn familiesysteem, vanuit de cultuur, de economie, de tijd waarin we leven. Wat heb ik allemaal meegenomen? En vorige week hadden we het over gehad van je hebt altijd de keuze. Je kunt er naar kijken, bewustzijn erop knallen, erop gooien, zelf of met elkaar. En dan kun je zeggen, oké, welke betekenis wil ik er? All meaning is context dependent. Oftewel, alle betekenis is context afhankelijk, wordt door de context bepaald door processen en structuren. Bouke noemde het al naar de laaf van overtuigingen. Dus we kunnen er technisch naar kijken. Dat is een mooie manier, want dan kun je ook kijken welke, wat is de structuur van mijn visie? Welke overtuiging zit daarachter? En dan ga je voelen van, wat doet dit met mij? Alles is gebaseerd op overtuigingen. En overtuigingen altijd waar. Bij mijn lezingen gebruik ik heel veel een mooie sheet van, ja, er is een idee. En dan spot ik er een beetje mee. Het meisje van 13 komt uit bed en denkt, oeh, ik heb een dikke kont. Die heeft een broer of een zus die zegt, nou, je krijgt ook een dikke reet. Voor ik het weet zijn er op school ook van die lieve jongens en meisjes, nou je wordt ook dik. Het meisje wordt 15, 16 en dan wordt ze jarig. En dan zeggen de grootouders, nou je wordt een gezonde Hollandse meid. Nou, voor ik het weet neemt ze de beslissing om minder te eten en alle gevolgen van die. Alles is gebaseerd op je overtuiging. Ten alle tijde. Ik verwijs ook heel vaak even naar dit niet geheel onbekende boek. Bladzijde 51. Gevoelens zijn geëvalueerde sensaties. Als ik wel eens een wens uitspreek, los van het feit dat ik zou willen dat de hele wereld wat met de NLP zou doen, dan is het alleen maar dat hoofdstuk, bladzijde 51. Niet bewust, maar onbewust creëren we allemaal onze eigen gevoelens. Je ziet iets, je hoort iets, ruisproef, proeft iets en jij geeft daar jouw label aan. Ik vergeet never nooit meer, een jaar of 7 geleden gaf ik een lezing bij het zoveel jaar bestaan van SIOS. Komt er een docent of een trainer naar me toe en zegt, Bouke, jouw boek alleen moeten de sporters van mij lezen, pagina 51, gevoelens zijn, geven weer de sensaties. Want als ze dat begrijpen, als ze verliezen, of ze hebben een valse start, of ze hebben een penalty tegen, of wat het ook is, het is, hoe ga jij ermee om? Ik moet heel bekennen dat ik niet meer weet of het van Einstein was of van Henry Ford, want er zijn verschillende meningen over, maar het maakt ook niet zoveel uit. En dat is wat we hier op het bord hebben neergezet. Als jij zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk.
zeg je dat je het wel kan, heb je ook gelijk. Dus in principe heb je altijd gelijk. En het begint allemaal hier. Elke keer vanuit welke overtuigingen, vanuit welke visie kijk ik naar de mensheid. En ik kan dus mijn eigen betekenis geven. De vraag bewustzijn. Hebben we bewust aandacht aan te besteden? Wat denk ik? Wat voel ik? Als ik aan deze gedachte denk, gaat me dan mijn lijf, hè? Gaat de energie vastzitten? Ja. Of kom ik juist in beweging? Ja, en alles waar we meer energie kunnen stoppen in, kijk maar wat er dan gebeurt, dan gaat mijn lijf bewegen. Waar word ik blij van? Wat geeft mij vreugde? Al zijn het ogenschijnlijk kleine dingetjes. De vraag is, bestaan er eigenlijk wel kleine dingen? Of is alles waar jij voelt, daar gaat de energie meer van stromen, dat groot is? Want het heeft impact op mezelf, op elkaar. Dus het verhaal rondom de coronacrisis, is het een gevaarlijke, nare situatie? Is het wellicht ook een kans? De prachtige website waar ik dat op gelezen heb en de nieuwsbrief is van hetkanwel.nl. Dus hetkanwel.nl over groener, eerlijker en leuker leven. Ik kijk daar zelf, elke week krijg ik sowieso deze nieuwsbrief. En het helpt mij enorm om weer verder te inspireren naast alles wat ik al heb, alles wat ik al doe. En wie weet kan het jou ook verder helpen inspireren. En ik vond de naam wel heel erg mooi. Dus voor deze week de weekwens, hetkanwel.nl. Maar het gaat over dat jij altijd de keuze hebt van welke betekenis wil ik eraan geven. En om die van vorige week nog even bij te pakken. Je mag het zelf doen. En het is misschien vaak veel leuker om het samen te doen. Veel succes deze week. Take care voor jezelf en voor de anderen. Doeg! Hoi!